Ik ben er eigenlijk heel laat bij gekomen. Ze wilden eigenlijk met Victoria Deluxe een sociaal-artistiek project doen. En dus ook filmen met mensen die in sociaal-artistieke projecten zitten en normaal daar theater in spelen. Maar dan hebben zij een script geschreven die zo goed was en op de schouders rustte van twee personages, dat ze zijn beginnen casten onder dus in het sociaal-artistiek milieu. Maar dan moet je dat budget, ik weet nu niet hoeveel dat precies was, maar dat budget laten rusten op een mens dat je niet weet van, zal die kunnen presteren of niet. En dan zijn ze eigenlijk moeten overschakelen op, we gaan iemand professioneel moeten aantrekken. Maar dan hadden ze ook geen zin in acteurs waarvan dat wordt gezegd al zoveel kennen. En dat je zou kunnen zeggen, ach ja, het is weer Koen de Bouw, maar hij is nu een arme man in Gent. En daarom heeft hij eigenlijk gezichten gekozen die, like Anne Moontje, die nog niet zo lang in het vak staat, die nog niet zo bekend was en ik die eigenlijk ook niet zo, totaal eigenlijk nog niet bekend ben, omdat dat de mensen direct zou pakken. En ik ben er dus heel laat bij gekomen. Ze hadden waarschijnlijk al, ik denk een jaar, 1,5 jaar waren ze al bezig aan het casten ook.